Mare Kessel heeft een nieuwe ontmoetingsplek. Maandag werd bij de Sint-Antonius School een zogeheten social sofa in gebruik genomen. Een kleurrijk bankje waar mensen contact kunnen maken. Het initiatief komt van vrouwenvereniging Contact, die vijf jaar bestaat. Uh, nou, onze naam zegt het al, Contact. Dus we maken graag contact. En uh, dit bankje uh, is daar een hele mooie uh, gevolg van, want dit doe je samen. Je creëert iets moois samen, met elkaar, voor elkaar. En uh, vandaar dit idee, de bank. De betonnen bank is bekleed met een mozaïek. Het ontwerp is gemaakt door leerlingen van de basisschool. Die hebben alle stukjes ook zelf op de bank geplakt. We zijn in gesprek gegaan met de basisschool, inderdaad. En we hebben toen bedacht: van we koppelen groep 8 ook aan het initiatief van het bankje. En we laten groep 8 een ontwerp maken. Dus alle leerlingen van groep 8 hebben een ontwerp gemaakt. En daarvan hebben we ook weer in overleg met de basisschool dit ontwerp gekozen. Nou, dat leveren die dus aan bij Social Sofa. En die gaan dat ontwerp groots projecteren op het bankje. En dan leveren hun ook de mozaïeksteentjes en de bijpassende kleuren. En uh, dan gaan we samen aan de slag. En zo is het uh, geschied. Maandag was er al meteen veel belangstelling voor het door de gemeente gefinancierde bankje. Ik heb net gezien hoeveel kinderen erop sprongen en hoeveel dat erop kunnen. Maar het is ook een bankje heel leuk als ouders de kinderen op komen halen op school. Dat ze dan hier rustig op het bankje kunnen gaan zitten. En ik vind wat erop staat heel erg leuk. Zij vinden het heel erg leuk om uh, met randjes er langs te gaan. Heel erg leuk. In de gemeente Os staan al diverse van dit soort bankjes, zoals hier bijvoorbeeld bij de Groene Engel. Die in Marekessel is de eerste in de voormalige gemeente lid. Je zou zeggen dat een klein dorp als Marekessel geen ontmoetingsplek nodig heeft. Iedereen kent elkaar toch? Ja, nodig is het altijd. Hè? We kennen elkaar wel en we kennen elkaar niet, zo is het. Uh, maar. Uh... Nou, we hebben wel gemerkt dat het wel wat opgeleverd heeft. Het contact, het heeft ons een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. Dus het contact is wel degelijk nodig, ook in ja. Tegelijkertijd met het plaatsen van het bankje is ook de speelplaats van de school opgeknapt. Zo is er onder meer een nieuw speeltoestel geplaatst.